Voor gedegen onderwijs is het van belang dat scholen voldoen aan de eisen van de tijd. In dit kader heeft Digicel Suriname besloten financieel in te komen voor de renovatie van een deel van de Hendrikschool. Bij de opening van de gerenoveerde ruimtes op donderdag 7 juli 2022 sprak president Chandrika Persat Santokhi zijn waardering uit voor het initiatief. Het getuigt volgens hem van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het staatshoofd stond ook stil bij het jeugd- en onderwijsbeleid van de regering. Community service, dat is dus het project dat wij hier hebben aangepakt als Digicel. Wat we vandaag hier zien, is een hernieuwde Hendrikschool. Het was in verval, maar kijk wat er in 3 maanden bereikt is. Ik wil het symboliek, president, ook stellen voor Suriname. Suriname heeft het heel moeilijk. Er is heel veel verval geweest. Maar ik word geïnspireerd door alles en laat het hele volk van Suriname hierdoor ook geïnspireerd worden dat het binnen ons bereik ligt om die ontwikkeling en die hernieuwing te laten plaatsvinden in Suriname. Dit stel ik ook nog een kleine verrassing en dat komt erop neer dat over de komende 2 jaren gratis internet gaat verstrekken. De waarde van een bedrag van $25,000 en 10 computers voor een additioneel bedrag van $7,500. De Hendrikschool heeft heel veel bekende ondernemers en zelf een gouverneur, de laatste gouverneur en de eerste president van Suriname voortgebracht. En wat kunstenaar betreft, een heel bekende kunstenaar, Erwin de Vries was al ook hier leerling van deze school. Dus er is een geweldige geschiedenis wat betreft de Hendrikschool. En laat dit weer een nieuwe fase zijn voor de Hendrikschool, voor de toekomst van Suriname. Want Suriname is een uniek land in de wereld. Laten we ons niet laten ontmoedigen. We gaan door en we gaan succesvol zijn. En tenslotte wil ik hiermee beëindigen. Ik heb besloten en de familie Chinaji om ook zelf onze bijdrage te leveren van $10,000. En de verdere renovatie. De afgelopen week had hij op bezoek andere presidenten, andere premiers. En ze hebben gewerkt 24 uur. Dus ik sta er versteld van dat hij er vandaag hierbij is. Graag een applaus. Want ik vond de Hendrikschool de moeilijkste school in mijn hele schoolcarrière. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar de MULO, ik heb echt moeten struggelen om door die MULO heen te komen. Ik ga je niet vertellen dat ik een keer ben bijgezitten, dat moet je niet schrijven in je geschiedenisboek. Maar het was een moeilijke school. Training die je hier krijgt, hoe moeilijk het ook is op deze leeftijd, het leert je een heleboel. Het helpt je om die volgende stap te bereiken. En ik dank Digicel CEO Leadership for your contribution. And I saw your slogan, build back better together. And that is what we need from the private sector, what we need from companies like Digicel, which is taking the lead in investing in the youth. That is what Digicel is doing to create a better future for you all. De komende week ben ik op Lelydorp, minister, om die school daar te openen. Overal openen we dat. We moeten onze jongeren stimuleren om daar te gaan. De technische richting, word je ook professor, word je ook ingenieur, word je ook master, word je ook alles. Want als we daar in die tijden gaan investeren, dan gaan buitenlanders hier komen om dat werk voor ons te doen in die technische richting bij die oil en gas. Dus neem dat mee. En dat is vroegtijdig, want het lijkt oil en gas een droom voor de toekomst. Die oil en gas is over 3 jaar hier gaande. Het is nu al gaande. Het is nu al gaande. We hebben net conferentie hier gehad. Daarvoor hebben we die oil en gas conferentie hier gehad. Alle hotels, alle appartementen, vol. Dat wil zeggen, er moet geïnvesteerd worden vanuit de private sector in hotels, in high-rise. Nu al is het al vol. Laat staan.
Als we echt gaan, die oil and gas is na 2025. U moet het trekken, u moet het draaien. Dus, mijn mensen, ik roep jullie op. Ook voor die bewustwording. Laat er ook lezingen komen, minister, op de verschillende scholen. Wat die oil and gas gaat betekenen. Maar tegelijkertijd hebben we een oorlog daar in Oekraïne. We zorgen dat alle voedselprijzen stijgen. En wat is Suriname? Vruchtbaar land. Vruchtbaar land. Moderne technologie, kassenteelt, om nu te starten met het produceren van voedsel voor de wereld die op dit moment naastig op zoek is naar voedsel. Die zijn de opportunities. Nu gebruik moeten maken. Dus ook daar moeten onze studenten voorbereiden. In die productiesector, in die agrarische sector. En wij zijn nu verantwoordelijk in Caricom voor de industrial policy. En wij gaan stimuleren onderwijs ook in de richting van industrie. Gefeliciteerd. Maak er goed gebruik van en laat de renovatie een stimulans zijn. Ook door andere bedrijven dat ze hun verantwoordelijkheid oppakken om ook te gaan investeren in de toekomst van vandaag, in de toekomst van morgen, in de toekomst van vandaag. En dat zijn jullie jongeren. En dat met die investering we een basis leggen voor een goede toekomst voor ons prachtig Suriname. Een goede toekomst voor jullie allemaal. Gefeliciteerd. May God bless you all. Thank you. Ja,